De bewenners van de blok, waar de Tesselschade zitten, klagen al maanden hoe gebreken in de bouw. Het harde kantorencomplex is vliegen hier ombouwd om rond te bieden door appartementen. Maar toen de bewenners erin kwamen, wie alles nog lang in het kleer. Joert zich de landelijke huurcommissie in een speciale zitting op het provinciehuis in Ljouwert naar de klachten. Nevens verheerder Tom Bakkers sluit het al jaar om een bouwplanning die het misroen is. Wij begrijpen absoluut dat het voor de huurders vervelend is. Hè. We hebben zich gecompenseerd daarin. Maar net zo goed als dat voor de huurder vervelend is, is het voor ons ook vervelend. Dus we proberen met de riemen die we hebben het allemaal netjes op te lossen. We zijn al een heel eind. Alleen er zijn natuurlijk dus wat oud zeer wat we naar mijn mening in een consensus met elkaar moeten kunnen uit kunnen komen. De huurders binnen blij dat Bakkers nou wol praten wol, maar... Alleen het heeft gewoon 8 maanden te lang geduurd. En het feit is dat hij nu zijn houding gaf aan. Hij deed heel verbaasd dat er heel veel problemen waren. Terwijl ik vind dat redelijk respectloos naar de huurders toe. Als je ziet hoeveel meldingen we hebben gedaan, hoeveel storingen. De rapporteurs van de huurderscommissie het middels het puntensysteem voor huurberekening de conclusie lutsen dat alle huurders honderden euro's te volle betellen hebben. Bakkers is het ernaar mee eens. Ja, sommige dingen zijn rekbaar uit te leggen. En naar mijn mening een kale huur van rond de 500 euro, 525 euro voor een woning van 50 vierkante meter, is geen gek bedrag. Zeker met de lopende referenties en de feitelijke markt zoals die hier ligt in Friesland, in Leeuwarden.